wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Ja! You know, this love freedom movement is spreading worldwide and nothing can stop it. Goedemiddag, vanaf de Dam in Amsterdam. We hebben weer twee trouwe fans gevonden, zie ik. Jullie kijken altijd naar ons. Ja, ik kijk elke maandag, woensdag en vrijdag. Ja. Ik luister het altijd op mijn werk. Nou, heel goed. Ja. Wat is de boodschap die u vandaag hebt meegenomen naar Amsterdam? Dat we willen verbinden met iedereen. En dat we het samen moeten doen om te zorgen voor een beter en sterker Nederland. Ja. Mooi. Ja, voor mij telt hetzelfde. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Dinteloord. Dinteloord, oh, dan heeft u er al een reisje voor over. Ja, maar wij komen altijd van begin af aan, zijn we meegenomen. Dus, ja. Goed dat u er bent. Fijn om te zien dat er nog zoveel mensen zijn. Hey, Space Girl! Ja, all the way to Denmark. Het is minder dan vorig jaar. Ja, maar het leeft ook nu iets minder natuurlijk. Maar het is goed dat het nog steeds gaande is. En dat jullie er zijn. Ja. Wij gaan eventjes kijken wat er op het podium gebeurt. Okay. Nu, dank jullie wel. Gaan jullie dat ook lekker doen? De volgende spreker is de jonge vent. Dank jullie wel. Ja, welkom. We landen gewoon weer midden op de Dam. De sfeer zit er goed in, zou ik bijna zeggen. Maar ja, de reden waarom mensen hier staan is natuurlijk erg. Voornamelijk de permanente coronamaatregelen. Maar verschillende sprekers ook vandaag over spreken. We hebben Jonah ook al gezien in de eerste reportage. In de kamer. Ik weet niet wat er nu precies gaat gebeuren. Er komt nu weer een spreker. Maar laten we die gewoon eventjes volgen. Hij legt een feilloos blad. We gaan kijken naar Gideon. Oh, jullie kennen hem. Hij legt het feilloos de banden van dit kabinet met het World Economic Forum bloot. Mark Rutte werkt niet voor ons, hij werkt voor een andere club. Dat weten we allemaal. Deze jongen stelt alle moeilijke vragen. Of het nou gaat over stikstof, of over ritueel misbruik, of over het World Economic Forum. Hij doet het allemaal. Jonge vent, een slimme gozer, een hart van goud. Gideon van Meijer. Lieve mensen, bent u nog een beetje strijdlustig? Heel goed. Heel goed, dat ben ik namelijk ook. Hoewel ik afgelopen zomer ook wel een moment heb gehad dat ik een beetje somber en moedeloos werd. Vanwege alles wat er om ons heen gebeurt, iedere dag opnieuw. Die aanval die wordt ingezet op onze fantastische boeren die voor ons voedsel zorgen. De aanval op onze cultuur en identiteit door ons land doelbewust te laten overstromen met kansarme asielzoekers. En door onze welvaart, onze zuurverdiende centen, onze koopkracht in rook op te laten gaan door het krankzinnige klimaat- en energiebeleid. Maar vooral door de achterloosheid van nog steeds heel veel Nederlanders die de leugens blijven slikken voor zoete koek. Die blind lijken te zijn voor de ware oorzaken van de ellende waar we in zitten. Omdat ze te druk zijn met de vraag of ze wel wifi hebben en of er wel leuke series op Netflix staan. Maar vandaag, lieve mensen, vandaag geeft me weer zoveel energie, zo'n goed gevoel. Want ondanks dat op dit moment Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort aan het rijden is. En ondanks de torenhoge brandstofprijzen bent u toch weer met duizenden naar Amsterdam gekomen om op te komen voor uw vrijheid en uw rechten. En na vandaag is mijn batterij weer voor 100% opgeladen om de strijd aan te gaan met die globalistische landverraders die ons dit aandoen. En het is hard nodig, want zoals u weet werkt het kabinet aan een permanente coronawet om ons dadelijk opnieuw op te kunnen sluiten. Om ons opnieuw uit elkaar te drijven en op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Om ons opnieuw te vernederen met die walgelijke mondkapjes. En alsof dat nog niet erg genoeg is,
heeft de Raad van State die kartelclub van de koning en D66er Tom de Graaf ook nog eens geadviseerd om de avondklok, de schoolsluitingen en die discriminerende QR-code weer in de wet op te nemen. Maar ik heb slecht nieuws voor deze clowns, want wij laten ons niet meer opsluiten. Wij vegen onze billen af met die mondkapjes. Wij maken zelf wel uit met wie we knuffelen. Wij bepalen zelf wel wanneer we naar buiten gaan. En wij sterven liever op een waardige manier dan dat we ons laten injecteren met een giftige gentherapie. En ik weet dat er vandaag ook veel mensen niet hier aanwezig zijn omdat ze zeggen, gefaciliteerde demonstraties hebben toch geen zin. Mensen die onze petitie niet tekenen omdat ze zeggen, het heeft toch geen zin. Zelfs mensen die niet meer stemmen omdat ze zeggen, het heeft toch geen zin. Maar lieve mensen, ik wil iedereen op het hart drukken. Wij geven niet op. Wij blijven strijden tot het bittere eind. En natuurlijk zal één demonstratie niet het verschil maken. En één petitie ook niet. En één rechtszaak ook niet. En één verzetskrant ook niet. Maar alles bij elkaar, lieve mensen, alles bij elkaar heeft het verzet wel degelijk zin. Want als wij niet in verzet gekomen zouden zijn, dan zouden ze nooit überhaupt die QR-code en mondkapjes hebben afgeschaft. Dat is dankzij ons, mensen. En natuurlijk gaan ze het opnieuw proberen. Ze zijn steeds aan het kijken hoe ver ze kunnen gaan. En toen het verzet te ver toenam, te groot werd, het begon zo erg te borrelen, dat ze wilden voorkomen dat de pan zou overkoken en daarom het vuur een paar standjes teruggedraaid hebben. Maar die agenda 2030 is heilig voor ze. Dus zodra wij achterover gaan leunen, zetten zij een stap extra. En daarom zetten wij dadelijk een stap extra. En we zullen het verzet alleen maar feller laten worden. En onderaan de streep ben ik er absoluut van overtuigd dat het huidige systeem gaat falen. Het huidige systeem is gedoemd om te falen, want het is door en door corrupt en verrot en onhoudbaar. En het is een kwestie van tijd totdat dat systeem in elkaar stort. Maar dat gaat niet vanzelf. We zien op dit moment de laatste stuiptrekkingen van het systeem. En de elite die op dit moment de touwtjes in handen heeft, is totaal doorgedraaid, want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar wij zullen niet zwichten voor die tirannen. En als wij samen sterk blijven, samen de handen ineen blijven slaan, ons niet uit elkaar laten spelen en nooit zullen gehoorzamen aan die tirannieke regels, we doen er niet meer aan mee. En als wij dat volhouden, lieve mensen, dan is het niet de vraag of, maar wanneer we gaan winnen. We gaan dit winnen. Dank u wel. Dank u wel, Gideon. Wat een kanje! Yeah! Yes! Oké. Tijd voor... Dat is echt leuk. Ja, dat is goed ook. Dat is heel goed. Oké, tijd voor een stukje muziek. Een stukje muziek met een randje. Een stukje vrijheidsmuziek met een randje. Dat is voor ons een mooie gelegenheid om even te kijken hoe de mensen de dag vandaag beleefd hebben. Kijk nu even naar de producer of zij er klaar voor is. Ja. En het was een geweldige tocht. Vol verbintenis. En iedereen die nog steeds
met elkaar aan het verbinden. Hi. Hoe heb jij de dag beleefd vandaag? Super. Molukkers gesproken. Erg leuk. Ja, wat voelt er? Wat voelt er zo goed? Samen gesproken. De samenhorigheid. En dat je hier, dat het een puntje van aandacht heeft. Ja. Voel je nog steeds eenzaam in sommige... Wij zijn Nederland. Maar ik heb genoeg fijne mensen mee. Wat is de belangrijkste boodschap die jij in Nederland zou willen geven, als je dat nu zou moeten zeggen? Denk na. Denk zelf na. En geloof niet de reguliere nieuwszenders, NOS en weet ik wat allemaal. Er zit veel meer achter. En ga zelf op onderzoek uit. Wat is jouw grootste zorg? De toekomst van mijn kinderen. Daar sta ik hier voor. Dankjewel. Ja. Emotie is natuurlijk, ook echt wel gezellig hoor, weer zo'n dag. Wat dat betreft is het mooi om weer om dit te zien. Zoals we het vorig jaar natuurlijk ook heel vaak hebben laten zien hier bij Black Box. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom al die mensen hier staan. Mensen maken zich zorgen over zichzelf, over hun gezin, over hun kinderen. En dat komt er dan ook af en toe even naar boven. Hi. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Hoe heeft u de dag beleefd? Ja, gezellig. Net als altijd. U bent meegelopen? Ja. Ja. Ja, we komen uit Friesland. Komt uit? Friesland. Ja, veel Friesen vandaag. Ja. Jullie hebben met elkaar afgesproken hier. Ja, we rijden samen. Even in een busje. Ja. Zetten we in een buitenwijk even met de fiets hierheen. Ook een dagje Amsterdam. Ja, ook. Ja. Ja. Dat is nuttig met het aangename combineren, toch? Ja, precies. Ja. Nou ja, we zijn hier voor de demonstratie. Het nuttige, daar heb ik het over. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Wat is de boodschap die u vandaag heeft meegebracht? Zou u het liefst aan Nederland willen vertellen? Iedereen die hier niet is. Nou ja, wat wij zijn bij ons in de regio ook heel actief om op te bouwen op het gebied van voedsel, onderwijs, zorg. Om een heel vangnet te creëren, een heel netwerk. En wat wij heel erg tegenaan lopen is dat heel veel mensen nog een beetje op de bank blijven hangen. Ja. En dat is misschien ook wel heel begrijpelijk om even nu alles weer mag, dat je lekker ontspant. Maar ik had hier meer mensen verwacht eigenlijk. Ja. Ik herken dat ook, ja. Maar ik heb ook het idee dat mensen echt een beetje moeten bijkomen van de afgelopen twee jaar. Precies, ja. En ook echt even van de vrijheid willen genieten. Ja, hoe idioot het ook klinkt natuurlijk dat je van je vrijheid even moet gaan genieten. Ja, zolang het nog geldt nu. Ik kan ook van mijn vrijheid genieten, maar dan kunnen we alsnog even op zondag hierheen gaan. Het is mooi weer. Ja. Wat voor winter voorspel jij? Koude wind. Of een hele hete winter. Ja, ja. Ja, we gaan het zien. Ik heb geen glazen bol. Ik hoop dat het meevalt. Ja. Alleen ja, nou ja, wij hebben thuis wel wat in huis gehaald extra. Een oud kacheltje. Er lijken wat dingen bij elkaar te komen. Hè? Coronabeleid, asielbeleid. Natuurlijk de oorlog in de Oekraïne. Ja. Dat is wel zorgwekkend. Ja, precies. En op wat voor manier heb jij je daar voorbereid dan? Nou ja, sowieso lokale netwerken opbouwen. We hebben in Friesland hebben we Vrij Friesland, die heel erg een weg timmert en een regionet. Dus er zijn iets van 16 regio's in Friesland die heel erg samen verbinden. En zodat we niet 10 keer het wiel opnieuw uit moeten vinden. Maar vooral een gemeenschap bijeenbrengen waar je steun kan vinden. Ja. Maar ook beroepen uitwisselen. Ja. Dat is ook een beetje je eigen werkelijkheid creëren. Ja, eigenlijk wel. Dat is wees de verandering die je wil zien. Ja. Zo. Ja. Dus het is niet alleen maar demonstreren, zeuren en op internet. Het is ook inspireren. Inspireren en bouwen. Demonstreren en inspireren. Ja. Nou, demonstreren is maar een klein stukje ervan. Ik vind dat een mooie samenvatting van wat we hier vandaag gezien hebben. Inderdaad. We gaan weer naar een spreker luisteren. Daar komen jullie ook voor natuurlijk. Ik heb hier nog iemand. Hey, man. Het bloed gaat ook sneller stromen van jullie allemaal. Alles goed? Ja, heel goed. Vechtend voor de vrijheid. Ik wil wat zeggen tegen het Nederlandse volk. Het is tijd dat jullie opstaan. Het is tijd dat mensen wakker worden. Het is tijd dat we accepteren, dat we genaaid zijn. Hoe moeilijk is het? Hoe duidelijk is het? We zijn genaaid als de overheid je A belooft, maar hij geeft je een komma, dan ben je genaaid. Heel simpel. Ik heb deze gesprekken met mijn schoonvader. We hebben ruzie. We liggen niet met elkaar. Want ik vertel hem heel simpel. De politici zijn leugenaars. De farmaceutische industrie zijn oplichters. Het enige wat ik zeg is... De leugenaars hebben gelogen. De oplichters hebben de boel opgelicht.
Hoe moeilijk is het? Wat is dan volgens jou de beste manier om mensen die daar nog niet naar willen luisteren, naar jouw boodschap, om daarmee in gesprek te komen? Oh my god, het is zo moeilijk. Kijk, je kan ze een hele feitenrelaas opgeven. Van A tot Z zijn het leugens. Ja. Alles wat is geclaimd is blijkelijk niet de waarheid gebleken. Dus of het is één grote vergissing, of we worden gruwelijk genaaid. Ik ben de jongen van de straat uit Amsterdam. Jullie worden genaaid. Keihard. En ik sta hier. En waar zijn jullie thuis? Kom in opstand. De overheid naait jullie. Het is tijd om wakker te worden. Word wakker. De overheid liegt. Zoals ze altijd al doen. Ja. Maar wat voor manier moeten we dan met die mensen in gesprek komen? Dat is uiteindelijk wel het doel. Dat is zo moeilijk. Hoe doe jij dat dan met je schoonvader? Ja, het doet pijn. Het doet pijn in mijn hart. Maar mijn schoonvader is geen idioot. Het is een hele slimme man. Het is een ingenieur. Hij kan bouwen, hij bouwt huizen, hij bouwt bruggen. Hij bouwt hele eilanden. Hij ziet het. Maar het idee is het volgende. Alles wat jij vertrouwt in jouw leven, liegt tegen jou. Het is zo groot. Het is zo groot. En het doet zoveel pijn. Maar we moeten samenkomen voor mijn kleinzoon. We moeten verbinden. Mijn kind, zijn kleinzoon. We moeten tot elkaar komen. Kom tot elkaar en besef, de overheid is veroverd door een stelletje klootzakken. Rutte is al 12 jaar in een democratie. 12 jaar in een democratie. Ja, het is een beetje een echo, want hij zegt het precies hetzelfde op dit moment. Mark Rutte. Ja. Hier moet jij het dan mee eens zijn, denk ik. Ja, het kan niet anders. Stop. Ja, jongen. Social credit system. Misschien kan ik even laten zien. Ja. Nou, dit zijn we in een notendop. Jij wordt gezet. Dankjewel voor je duidelijke boodschap en dat het ook in teken staat van verbinding en dat we met elkaar moeten blijven praten. Ja, we moeten het samen doen. Ja. Anders is mijn zoon, hij is 6 weken oud, zijn leven, daar gaat het om. Ja. Het gaat om zijn toekomst. Ik zit goed. Ik maak het prima, financieel. Geen zorgen. Laten we, mijn zoon, daar gaat het om. Ik vind het een hele mooie afsluiten, man. Ik spreek heel veel mensen inderdaad die niet alleen voor hunzelf staan, maar ook voor hun kinderen en voor de volgende generaties. Ja, zeker weten. Laten we hiermee afsluiten met deze boodschap. Laten we luisteren naar elkaar. Dank jullie wel. En laten we vooral op een persoonlijke manier. Yes. Bedankt aan Black Box. Dank jullie wel voor het spreiden van de waarheid. Nou, graag gedaan. Het is de waarheid. Graag gedaan, man. Het is gewoon de waarheid. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Succes. En tot zover deze verslaggeving vanaf de Dam in Amsterdam. Dat is toch weer een bijzondere dag met best wel een hoge opkomst weer. Toch weer die eindeloze stoet mensen die we eerder hebben gezien. Vorig jaar tijdens al die andere coronademonstraties. Deze demonstratie stond in het teken van heel veel andere zorgen die de komende winter gaan spelen. Waar wij natuurlijk via blackbox.tv uitgebreid verslag van gaan doen. Steun ons alsjeblieft daarin. Wij kunnen dit niet doen zonder jullie steun. Dit soort producties kosten gewoon heel veel geld om te maken. Dus als je iets kunt missen, een kleine bijdrage, ga dan even naar blackbox.tv. En zorg ervoor dat we ook deze winter uitgebreid verslag kunnen blijven doen van dit soort demonstraties. Maar natuurlijk ook de broodnodige reportages kunnen blijven maken die je elke maandag, woensdag en vrijdag via Blackbox TD of via blackbox.tv op dit soort kunt bekijken. Dank voor je aandacht. Wij bellen ons af. Namens de cameraman Louis en producer Laura, bedankt voor het kijken. En graag tot een andere keer. Boeren, burgers, vissers. Het volk staat meer en meer op. Mainstream media slaapt nog steeds. Maar heel soms sijpelt er iets goeds door. En laten we hopen dat er ook bij mainstream media meer en meer mensen wakker worden. Hoop doet leven. Het enige wat regime Rutte doet is chaos creëren. En laten wij blijven zorgen dat wij chaos